herfstvakantie en dat merk je aan de drukte bij Aquazoo. Maar die drukte komt niet alleen door de vakantie, het komt ook door dino's. Ja, je zou het niet verwachten, maar naast al die levende dieren hier in het park zijn er ook een heleboel uitgestorven dieren weer teruggebracht. Tijdens onze dino-weken, dat duurt een week of 6 en daar zitten we nou middenin. Dat is nog tot het einde van oktober zijn die hier in het park te zien. Het gaat om 20 echt levensgrote dino's. Van ons formaatje tot een meter of 5 hoog. En die staan opgesteld in het park. Het beweegt allemaal, het maakt lawaai. Dus als het nog niet spannend genoeg was hier, dan nu wel. Hoe vind je het hier in Aquazoo? Leuk. Wat vind je van de dino's? Grappig, maar sommige ja, die heb ik al wel vaker gezien. De dino's in het park zijn van World of Dino's. Dat is de grootste dino-expositie van Europa. En die unieke tentoonstelling maakt het extra druk. Nou ja, we merken sowieso wel dat het nu weer wat drukker aan het worden is. Alles mag weer een beetje natuurlijk. En iedereen is ook heel blij dat ze hier zonder toegangsbewijs of QR-code of wat dan ook gewoon lekker naar binnen mogen. Dus dat scheelt al veel natuurlijk. Daarbij zitten we nu in de herfstvakantie. Dat is altijd al wat drukker. En dan de dino's nog. Dus het is gezellig druk hier in het park.